Moederdag. Duindicht, moederdag vandaag met Rick Ebbingen. Rick, moest je naar je moeder toe vandaag? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, we hadden een paard lopen op Duindicht. Dus in dit geval ging dat voor. Dus de koers gaat voor. Ja. Je bent hier met maar één paard vandaag in de vierde koers. Constantia River. Wat kan je ons erover vertellen? Liep de laatste keer een goede koers. Werd geklopt door die dag een beter paard. Vandaag is Paul Hendry Like wel een kwaaier. Ik denk in speciaal over deze afstand. Ik denk dat dat voor het paard een grote plus is. Maar ja, als we een goede koers kunnen krijgen, dan denk ik toch dat we hem wel lastig gaan maken. Ja, is het nog een speciaal aspect als je met één paard komt? Meestal denken de mensen van die komt niet voor niets met één paard. Nee, ja, we waren hoe dan ook gegaan. Maar we hebben maar één kans vandaag, dus die moeten we optimaal benutten. Volgende week is het kampioenschap van Nederland hier op Duindicht. Kun je daar iets over vertellen? Of daar een paarden van jullie stal aan staan? Daar kan ik nog niks over zeggen. Dat is nog niet bekend. Oké. Dankjewel, succes. Okay. Vierde koers, de Cobra D-prijs. Onder nummer 2 is Kasari met Jaap van Rijn. Van stal Hugo Langweg junior. Kasari is een geweldig trouwpaard. Hè? Wat vind jij ervan? Ja, het is het toonbeeld van trouwpaardje. Je loopt altijd goede koersen. Ze kan goed beginnen. Kijk, het is een Alkmaar specialist, maar ook op de langere baan is eigenlijk goed uit de voeten. De laatste keer liep ze ook goed. Heeft ze op Duindicht wel eens gewonnen? Ja, over de mijl in 14-1. Het record is hier neergezet. Het is vandaag weer een mijl. Wat denk je dan onder deze weersomstandigheden? Ja, dat gaat natuurlijk ook laag. 14, dat is makkelijk zat. Constantia River die heeft makkelijk 14 rond in de benen normaal gezien. Dus daar zal ze ook moeten lopen, wil ze voorin meedoen. Je weet, het baanrecord van Duindicht is van Jenny Diezelo, 12-6. Ja, zo'n tijd is internationaal, dat stelt niet zoveel voor, maar op Duindicht toch wel. Hoe kan het eigenlijk dat Duindicht minder snel is dan bijvoorbeeld Wolvera? Nou, het is natuurlijk een heel andere ondergrond. Het is ten eerste een 1200 meter, maar het is een zandbaan. Wolvera, de bochten leggen natuurlijk veel anders. De bochten leggen echt om speed te maken, Wolvera. Ligt er een beetje schuin in. Ja, een heel andere ondergrond, de accommodatie is totaal anders. Maar ik vind het niet zo erg van Duindicht. Je kan jonge paarden heel goed voorbereiden hier ook, zonder dat je ze tot het uiterste hoeft te vragen. En dat is voor mij eigenlijk heel belangrijk. Wat denk je voor kilometertijd vandaag? Over de mijl? Ja. 13,8, 14 rond. Dat kan het paard ook makkelijk lopen? Het zou zo moeten kunnen lopen, maar het zou niet eenvoudig zijn om Paul Hendry Like en Constantia River te kloppen. We gaan het zien. Dankjewel. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de vierde koers. De Cobra D-prijs onder nummer 1 Andreas Wageman, Frans van der Blonk. De 2 Kasari, Jaap van Rijn. Nummer 5 Constantia River, Rick Ebbingen. Nummer 6 Paul Hendry Like met Huip van de Heuvel. En de 7 Bronco Boko, Tom Kooijman. Paard achter de auto. ...200 meter nog. Nog 100 meter. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart. De auto klapt de vleugels uit. En het is na de start aan de buitenzijde Bronco Boko. Die probeert naar voren te komen. Uitgeschakeld nummer 6. Galop nummer 6. Van Paul Hendry Like leidt tot uitschakeling. En door de eerste meters is het Bronco Boko die de leiding heeft genomen. Andreas Wageman op de tweede plaats. Op anderhalve lengte daarachter volgt Constantia River. En die wordt gevolgd door Kasari. En dat zijn de paarden die we nog over hebben als we nu de laatste ronde ingaan. Waarbij Tom Kooijman de tempo bepaalt en doet dat met Bronco Boko. Paarden in de ganzenpas erachteraan. Op de tweede plaats Andreas Wageman. Daarachter Constantia River en Kasari sluiterij. Als we de laatste 1000 meter al gaan opzoeken in de Cobra D-prijs. En Bronco Boko tempo nog altijd mag maken voor Andreas Wageman. Daarachter Constantia River en Kasari die bekijkt de zaken vanuit het achterveld. Voor zover je van een achterveld kunt spreken. En daar gaat Constantia River in de hoge versnelling naar voren. Verschijnt naast Bronco Boko. En gaat bij het laantje van Jochems de leiding overnemen. Heeft een halslengte voorsprong en nu een volle lengte. Bij het naderen van de laatste bocht op Bronco Boko. Andreas Wageman is derde en aangesloten. Vierde is Kasari. En de paarden gaan nu de laatste bocht in met nog altijd
uit Constantia River. We zagen die bij het laantje van Jochem Seven naar voren komen en zonder al te veel moeite de leiding overnemen. En leidt nu met een lengtevoorsprong op Bronco Boco. Dan Andreas Wageman, die door Frans van der Blonk naar het tweede spoor wordt gepiloteerd. En Kasari nog altijd vierde. In de laatste rechte lijn zijn we met nog 400 meter te gaan. Constantia River, die gaat afstand nemen van de rest van het veld. Gaat nu serieus werk van de zaak maken. En die slaat gelijk een gat van twee lengte tot Bronco Boco. Andreas Wageman en Kasari aan de buitenzijde komt voor een eindschot. Laatste 200 meter wordt bereikt nu met nog altijd Constantia River. Maar Ebbing is er niet gerust op. En kijk eens naar die Kasari. Komt dichter en dichterbij. Maar Constantia River houdt stand. Wint de koers. Op de tweede plaats Kasari. Dan Bronco Boco en Andreas Wageman.